Dames, vinden wij een beetje in onze element? Ontzettend. Want zeker. Wij gaan naar. Belangrijk zijn, alhoewel hij ook bekend is om andere zaken die hij geschilderd heeft. En ja, Joachim Huisman natuurlijk een icoon voor Friesland en voor Nederland. En ja, daarnaast hebben we in Zuid-Friesland ook een aantal andere iconen die u waarschijnlijk wel zullen spreken. Dat is onder andere Tjerre Hettinga, dan moeten we ook poëzie en voordrachten. Ik vond het heel mooi, het eerste optreden van uw Friesland dichteres, Ietsje Hettinga, u kan. Dank u wel. Testament van een heidenbom. Het heiden, dat is nu de storm vergezen. Nou, ik ben weer ik. Ik slotte in een huis mijn bredste en kapper, de heigste verderven. De reddenbooi boord laat om de rutte. Alle eenden jongen de likjes tegen hun del om het roosje van de baren van die aalde zee. Ja, nou, ik ben weer ik. En kleider jaster mijn wieriger. En lemste viskes. Je kwam uit de kelk met oren en eigieren vol zout. Je vreet moeper en oude vis. De café is even om het Iers elvenen. Aalde vliegen zelf om een ronde brune tafel. Een jukebox in hoop, met zaalte aapjes en jijlen dat ze van is. Ach, dat stekken van de kaarten, mijn schrikken en kleine jassen, van wat ik altijd. Den hij langs betiend een schofje door een leuke bank. Wat tempeltje van verkokering. Schreeuwende patatpokken langs een verlokkend schependiek. Vanuit een grijze zee, langs de Grootzerken, stoort het zaalte wetter met de liester in de glooien. Langs zwarte bregen en basalten. Mijn scharren bokken en blijen in de viskoorslag. Geen ek het heivenbom uit de 60's, stadig omvormd. In linkjes streekjes wie is wat. Een leste blik voor de mar. Om de kiemen van het noorden leidt de onzichtbare streek van de toekomst. Het waren dat ik Bengaals vuur, Bengaals vuur, heb ik niet heel te brengen. De moorsvogels leed de jester echter en begonnen opnieuw. Kerst deel om wel binnen spieten, dan kreeg de besomming na. Maak je die na drop, van mij is het verlangen geweest. Maar verwonder je die hoe het kreeg? Hebben van leerde om een feit van vreemden. Hel je alle zilveren rinkelbellen uit de kassen. Verjet je stil de kop van zo en naar het oosten. Kerst gaat weer vluchten. Binnen de galoren haalde de eerdere goddeloze meisje Jim. Je zal je te proberen. Er komt een schoer. Een spoor in alles, mijn baas vier, want om een spoor al trof. Het derde gedicht, dat is een gedicht dat heb ik genoemd Maya. Nou, wat? Dat is een
een droom die ik had tijdens de nacht dat de Maya voorspelde dat er de wereld zou veranderen. Dus een paar jaar geleden. Ik droomde dit echt. Het is juist behoorlijk opgeschreven. Vanochtend zong ik in mijn droom voor het eerst mijn 12-jarige eldere zuster Aagje waarom. Jo heen een koorts keer draad en herkende mij dat. Het wie kon me hier ter andere kant. Je rookt de sigaretten, je moest mij komen. Kerst je wat toch een lapenkleis helder. Hoortje 36, voor eeuwig jong. In jaren slap, witte, tweede jurkje, brekt ze mijn brekkiezer en een moger op top de griezen beton vier epen. De keuken moet verbouwen. Een blauwe logo op het dorp, zo te zijn, wat het voor een keuken van Ikea werd. Het laatste, nooit meer schat, naad meer schat. Ik mijn draaiskie meer, loogt uit, loofelijk zitten in het likhuis van mijn tinken. Het testen roffelt, zeft voorbij en Amsterdam had het geëerst. Mijn lesje is Bordeaux op het treinsitsbank, de vuttenoordman. Vinylplaat van Kathleen Ferrier op de draaitafel, Ombra mijn voet. Uit de oren spuwen de reuk van een lasagne variant. Bij het geluid van de kranten trot de bleven bossen, leed ik de timerlog in Sintje de hele minuut. Om de kiemen van mijn ziel dan de hele dag. Het rurultje van mijn lijve hersenschijf. Nooit meer staan. Dat weet ik. Voor Potwassij, de stadsdichter van Alkmaar.